Goeiedag, mijn naam is Kees Klok en misschien kennen jullie mij wel van het boekenpraatje wat ik af en toe houd. Of hebben jullie me wel eens commentaar horen geven op de NOS, de radio, over Griekenland gaat het dan meestal. Want ik ben als historicus gespecialiseerd in de geschiedenis van het moderne Griekenland en van Cyprus. Een enkele keer lees ik wel eens een gedicht voor als dichter van dienst bij RTV Dordt. Bij het heel leuke radiostation Drechtstad FM. Ik schrijf een column in het Griekenland magazine. Ik ben met van alles en nog wat bezig. Ik zit ook heel graag in de kroeg. En ik heb zo in de loop der tijd heb ik een hele serie boeken geschreven. Ik zal je dus een paar van laten zien. Zoals bijvoorbeeld Een geschiedenis van Cyprus, dat heet Afrodite en Europa. Nog niet zo heel lang geleden een bundel korte verhalen onder de titel Op koers. Ik lig graag op koers. Een paar maanden geleden kwam er een memoire uit in brieven. Brieven gericht aan mijn overleden echtgenote Stella Timonidou. En ik heb ook een hele serie dagboeken geschreven, waarvan het vijfde deel in maart verschijnt, eind maart. Dat heet Een zootje ongeregeld. En dat gaat over de vroegste dagboeken die ik heb geschreven. Het is een literair dagboek, het is dus bewerkt. Maar dat gaat over de jaren 1975-1979. In de tijd dat ik nog jong en onbedorven was. Onbedorven zijn we natuurlijk nog steeds. Maar jong, ja, helaas. Wat ik ook doe, heel af en toe, dan treed ik ook wel eens op als schrijver. Dan lees ik of gedichten voor, of ik lees verhalen voor, of ik hou een lezing over een historisch onderwerp dat meestal betrekking heeft op Griekenland of Cyprus, maar het kan ook wel eens ergens anders overgaan. Ik bedoel, als historicus ben ik toch wel vrij behoorlijk generalist, zeg maar. Ik praat ook graag over andere onderwerpen. Het hoeft niet per se altijd Griekenland te zijn. Die optredens die houd ik wel beperkt. Want ik heb nooit zo heel veel zin om naar de andere kant van het land te sporen. En dan in de dooie avond nog een keer op zo'n troosteloos station te staan wachten op de trein terug. Maar als het niet geen gekke verbinding is en ik heb er lol in, en u bent een aardige organisatie met geïnteresseerde mensen, dan wil ik af en toe wel eens een gedicht of een verhaaltje komen voorlezen. En ik zal daar eens een voorbeeldje van geven. Ik schrijf korte verhalen ook. Sommige zijn lang voor een kort verhaal, andere zijn heel klein. In de laatste tijd heb ik een hele serie verhaaltjes geschreven. Dat noem ik miniaturen. Want als ik zeg ZKV, een zeer kort verhaal, dan denkt iedereen meteen aan de onvolprezen A.L. Snijders. Nou, die is toch wel een maatje groter dan ik, denk ik. Letterlijk en figuurlijk, want die man is geloof ik bijna 2 meter en ik ben niet zo heel erg lang. Maar ik schrijf van die korte verhaaltjes en die zijn, ja, dat kwam dan toevallig zo uit, vraag me niet waarom. Maar dat is zo toevallig ontstaan, die zijn allemaal 218 woorden. Exclusief de titel. En het is altijd aardig om bij een voorstelling één of meerdere van die dingen voor te lezen. Ik geef daar dus een voorbeeldje van. Dit verhaaltje, deze miniatuur zoals ik ze noem, heet Middeleeuwen. Ik kijk uit het raam van mijn hotel in Brugge. Overal middeleeuwen om mij heen. Iemand, ik weet natuurlijk weer niet wie, heeft gezegd dat Brugge het Florence van het noorden is. De middeleeuwen druipen. Boven de stad hangt een droefmakend wolkendek. Binnen toont de televisie beelden van een terreuraanslag in Jakarta. De doden liggen verspreid op straat. Ik moet denken aan de vrouw die ik lief heb en aan haar kinderen. Ze is onbereikbaar. Het is een liefde zonder hoop. Een lot dat ik draag onder een stoïcijns masker. Zij kan het niet helpen dat haar verlangens zich uitstrekken naar een minder gevorderde leeftijd. Ik neem haar niets kwalijk, maar soms vervloek ik onhoorbaar de tijd.
Na Jakarta komt een horde tierende mensen in beeld. Ze zijn ergens tegen, dat ik heb gemist. Ik ben een onoplettende leerling. Ze steken vlaggen in brand en slaan met spandoeken in op de politie. Ik ga ontbijten. Er is een ruime keuze aan brood, beleg, fruit en dranken. Iemand brengt mij thee en een gekookt eitje. Daarna kom ik terug in de kamer. Buiten druipt het nog steeds. In Jakarta liggen de doden nog steeds verspreid op straat. Ik denk aan de middeleeuwen, die voortleven in de prachtige gotiek van Brugge en in achterlijk geloofsfanatisme dat tot moord en doodslag leidt. Een voorbeeld van een van mijn miniaturen. Mocht uw organisatie of mocht u zeggen van ik vind het leuk om die man eens over de vloer te hebben. Ik spreek regelmatig bij leesclubjes en dat soort dingen. Dat vind ik altijd wat intiemer en gezelliger. Maar het mag ook wel eens bij wijze van uitzondering iets groters zijn. Dan kunt u mijn naam opzoeken bij de Stichting Schrijverschool Samenleving. www.sss.nl. En dan kunt u mij voor een luttel bedrag op bezoek krijgen. Ik zal dat graag doen, mits u maar niet ergens in een rode school of ergens in het diepe zuiden op een onbereikbare plek woont. Want dan moet ik helaas zeggen, het gaat niet door. Ik wens u een goede dag.